Maak kennis met Anne Plus, de eerste Nederlandse tv-serie waarin het liefdesleven van de lesbische twintiger Anne centraal staat. De serie is gemaakt door een bijna volledig vrouwelijke cast en crew, gesponsord door duizenden jonge fans en is nu al genomineerd op het Nederlands Filmfestival. Alles lijkt er dan ook op. Ja, er was behoefte aan deze serie. Mijn eerste grote liefde. We waren echt zo'n irritant, schattig klefstelletje. En natuurlijk gingen we ook nog eens allebei studeren in Amsterdam. Nee! Ik dacht dus altijd dat ik wel stevig in mijn schoenen stond. Ik begon te twijfelen. Ik vond het wel fijn om een beetje los te breken. Stoor ik? Oh, wat is er? Ai. Hoe ouder je wordt, hoe meer controle je krijgt over je emoties. Nou, niet dus. Verliefdheid kan je gewoon altijd overvallen. Yes, leuk vooruitzicht. Zeker, bij ons actrice Hanne van Vliet, scenario-schrijver Maud Wiemeyer en regisseur Valérie Bicherou. Welkom. Achter ons een deel van de crew en cast, toch? Even vingers. Hoeveel zijn er? Oh, best wel veel. Hartelijk welkom. Hanna. Jij speelt de hoofdrol van Anne. Waar gaat de serie over? De serie gaat over een lesbische twintiger in Amsterdam die, net zoals alle twintigers in Amsterdam, denk ik, en in heel Nederland, op zoek is naar de liefde en naar zichzelf. Ja, een beetje uit de puberale fase, ja. Aan het echte leven, studeren. Aan het snuffelen is. Ja. Studeren, ja. En de eerste liefdes en een beetje dat. Ja, ja. Precies. En sprak jou die rol meteen aan? Ja. Waarom? Nou goed, ik behoor zelf natuurlijk ook tot die groep twintigers. Dus dat is altijd leuk om iets te maken over iets. Ja, dat je zelf, maar misschien ook zat er iets in de rol dat ik dacht, ja, dat is iets voor mij. Je bedoelt dat ze lesbisch zijn? Weet ik niet, maar dat zou kunnen. Ja, nee, zeker. Ja, er wordt best wel weinig gemaakt in Nederland met lesbische karakters. En zeker niet in een hoofdrol. Ja. Dus dat was natuurlijk bingo. Heel erg leuk. Ja. Ja. Maud, je hebt de serie bedacht 3 jaar geleden. Ja. Waarom is het belangrijk dat deze serie er komt? Nou ja, omdat wat Hanna al zei, is er weinig representatie van lesbiennes in Nederlandse films en series. En zeker toen wij ook allemaal jong waren, toen we in de kast zaten, heb je toch wel behoefte een beetje aan een beetje zeker. Herkenning. Iets wat niet soort van over vrouwen van 40 jaar die al een carrière hebben, maar wat iets dichter bij je staat qua leeftijd. En ja, daar is gewoon wat meer behoefte aan. Dat hebben we ook gemerkt toen we deze serie gingen maken. Maar toen jullie allemaal in de kast zaten en je door het sleutelgat loerde, toen was er niet echt een serie waarvan je dacht, ja, dit gaat over mij. Nee. Helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Want je kijkt, ja, weet je, je kan natuurlijk, we hebben allemaal wel die L-word gekeken of zo. Of weet ik veel wat. L-word is een Canadese-Amerikaanse serie? Nee, dat is een Amerikaanse serie. Ja. Maar dat gaat dus over allemaal carrièrevrouwen in Los Angeles. En als 14-jarige heb je daar weinig aan. Of tenminste, het is heel leuk om te zien. We hebben er allemaal van genoten, denk ik. Maar, maar misschien kun je even uitleggen waarom dat zo ontzettend belangrijk is, dat soort series, films en misschien ook wel boeken, nou, dat er aanwezigheid is van lesbische vrouwen in dit geval, maar ook van jullie doelgroep, jullie leeftijd, dat er is. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat iedereen, zeker in een als je in een leeftijd bent, in de puberteit, dat je op zoek bent naar personages of karakters of mensen op tv waar je in kan herkennen. En dat je bevestigd wordt in dat je misschien niet heel raar bent, ook al wijk je een beetje af van wat de norm is. Volgens mij kunnen we daar nog heel veel meer dingen over maken. Ja, en wat was belangrijk in de serie wat jullie wilden laten zien? Nou, we wilden eigenlijk een positief beeld laten zien van lesbiennes. Want vaak merk je dat lesbiennes in films en series heel erg stereotyp neer worden gezet. En leg even uit, hoe dan? Nou ja, een beetje de standaardbeelden dat lesbiennes altijd tanktops dragen en heel erg stoer lopen of dat soort dingen. Terwijl, dat is ook een beeld en dat mag er ook zijn natuurlijk, maar er is een breder beeld dan dat. En ik denk dat het goed is om dat te laten zien. En ook heel veel films en series met lesbiennes gaan over de problematiek rondom homoseksualiteit, waarin coming-out verhalen, hebben, uit de kast allemaal komen, mislukt, sleutelgat doen, dat soort dingen. Ja. En uitgescholden worden of dat soort dingen. Maar we wilden juist gewoon laten zien dat je gewoon heel gelukkig kan zijn als jonge twintiger. En ja, laten we even een stukje kijken. Ja. Ja, het lukt niet. Anne, kom op. Je moet gewoon je adem vinden.
Ik heb jouw adem gevonden. Het gaat wel heel snel nu. Kan je er niet naar kijken? Nou, dat geluid. Welk geluid? Dat kussende, dat smakkende. Ja, heel hard in deze studio. Ja, maar het is wel, het is gewoon wel wat het is. Het is ook dat is goed geluid. En ik zei even, toen we zaten te kijken, nu schieten de kijkcijfers omhoog. Ja, maar dat is toch ook, dat denk ik ook weer van, dan maak je, ja, dat is toch lastig. Want we maken er inderdaad een grapje van vaak, van lesbisch zijn. Dat is makkelijk, omdat het soms een beetje ongemakkelijk is om over te praten, maken we er maar een grapje van. Terwijl het natuurlijk gewoon heel normaal ook. Eigenlijk nou ja, dat, nou dat... kijk, dat je zegt zo, oh, er wordt gezoend door twee vrouwen op tv, dan schieten de kijkcijfers omhoog. Dat is natuurlijk een beetje discutabel, want er wordt gewoon in onze maatschappij wel best wel bijgedragen, vind ik, aan een soort beeld dat als je dus niet die stereotype lesbienne met een tanktop bent, dat je dan een hele vrouwelijke lesbienne bent. En als je dan met een andere vrouw zoent, dat eigenlijk volkomen geseksualiseerd wordt. Nou, dat is eigenlijk waarom ik het zeg. Want je zou kunnen zeggen, we willen een positief beeld neerzetten. Misschien ook wel dat er lesbische meisjes ergens in de kast zitten, ook door het sleutelgat te koekeloeren. Deze film zien, deze serie gaan zien en denken, hé, zo slecht is het niet. En we kunnen er eerder uit. Ja. Dat zou mooi zijn, toch? Dat is, ja, dat is absoluut. Het doel, ja. Kijk, maar dat laat onverlet dat stereotypering, maar ook discriminatie, opmerkingen die je krijgt, ook als je lesbisch bent en 20 en gewoon studeert en gewoon de dingen doet, dat die er wel zijn. Zit dat ook in de serie? Ja, dat zit er ook in. Het is niet dat we in elke aflevering soort van iets naars hebben gestopt. Want we willen, zoals we al zeiden, iets positiefs vertellen. Maar ja, dat neemt niet weg dat we nou eenmaal, we worden nou eenmaal nageroepen. En we hebben nou eenmaal, moeten we bijna dagelijks uit de kast komen tegen mensen. En dat blijft gewoon een beetje een ding. En dat vergeten mensen soms een beetje, dat het toch wel, als je dat zelf niet meemaakt, dan vergeet je een beetje dat het gebeurt. Ja, en het zit natuurlijk op een soort iets dieper niveau dan. Het gaat hier natuurlijk heel goed, hè, in Nederland. Dus we, zwart op wit zijn we allemaal helemaal gelijk. Nou ja, dat zegt ook altijd iedereen. Hè? Zo van, ja, maar in Nederland gaat het goed. En dat is ook deels waar, maar er is ook wel echt best een groot deel waar volgens mij nog best wel veel verbetering zit. Zeker. Ja, dat is eigenlijk misschien een beetje het hink op twee gedachten. Aan de ene kant zeggen een hoog aspiratieniveau. Zo van, kijk, het is helemaal niet erg om lesbisch te zijn. En zo zit het leven een beetje in elkaar. Maar er zit ook wel nog steeds, helaas, een kantje aan wat misschien niet zo leuk is. En dat schuwen jullie ook. Nee, precies. Ja. En het uiteindelijke doel is dat er toch ergens dat kleine meisje in de kast zit door het sleutelgat. Nou, en het komt ook vanaf 30 oktober op tv bij BNN. En dat is ook dat hoop ik ook heel erg, dat ook bijvoorbeeld ouders het kijken, of eigenlijk iedereen. Ja. Het ziet alleen maar voor, de lesbiennes gemaakt. Nou, ik kijk even naar de minister van Financiën. Hoe oud zijn uw kinderen? 9, bijna 8 zal hij zelf zeggen, 4 en 3. Nou, ze zijn er tegenwoordig heel vroeg bij. Dus hier is een hele mooie serie. We gaan meteen van het Jeugdjournaal gaan we door. Ja, heel goed. Mag ik jullie ontzettend danken en succes met de serie. Dankjewel. Anne Plus gaat in première op het Nederlands Filmfestival en is vanaf 30 september te zien op YouTube en is dit najaar op televisie.